U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag flinke verschillen in ons land. In het uiterste noorden zag het er prachtig uit, zoals hier op Ter Schelling. In het uiterste zuiden scheen de zon, maar in het midden van het land hadden we te maken met meer bewolking. Die wolken trokken eigenlijk van west naar oost, en daardoor zat er dus weinig verplaatsing in, en hielden we het fraaie weer in het noorden en in het zuiden van het land. Vooral in het zuiden van het land is de temperatuur ook nog flink opgelopen. In het noorden was daar geen sprake meer van, want een stevige noordenwind over het koude Noordzeewater hield het kwik daar wat achter. De komende 24 tot 36 uur hebben we te maken met een hoge drukgebied in onze omgeving. Dat ligt zo'n beetje boven Groot-Brittannië, en daaromheen circuleert dus koelere lucht. Die lucht die is in eerste instantie nog redelijk vochtig, maar in de loop van morgen zien we van het noorden uit dat de bewolking geleidelijk aan steeds meer gaat oplossen en gaat wegtrekken. Van neerslag is sowieso geen sprake meer in onze omgeving. Dat is heel anders in de Alpen, want daar ligt een lage drukgebied en daar valt nog de nodige regen. En in de bergen valt ook sneeuw, maar die sneeuwgrens ligt wel hoog boven de 2000 meter. Goed, tot zover een klein uitstapje. We gaan weer terug naar Nederland met vanavond eh, redelijk wat opklaringen. Maar nog steeds wel wolkenvelden die zich met name richten op het midden van het land. Temperaturen liggen zo rond een graad of 12 op de meeste plaatsen. Vannacht daalt het kwik naar 3 tot 6 graden. We houden een mengelmoes van wolkenvelden en wat opklaringen. En we houden ook een Noord- tot Noordoostenwind die matig is en in het binnenland wat minder voorstelt. Morgen overdag een matig tot vrij krachtige wind uit het Noorden tot Noordoosten. In eerste instantie vrij veel wolkenvelden, af en toe wel wat zon en het blijft ook droog. En in de loop van de middag breekt van het noorden uit de zon steeds beter door. Temperaturen liggen op de Wadden zo rond de graad of 10. In het noorden van het land tussen de 11 en 12 graden, en in het zuiden wordt het lokaal nog 14 graden. Nou, die verdeling met de hoogste temperatuur in het zuiden en de laagste in het noorden houden we de komende dagen. Zaterdag is een zonovergoten dag. Met wel een matige tot vrij krachtige Noordoostenwind. Waardoor het kouder aanvoelt dan wat de thermometers aangeven. Zondag wat meer bewolking en maandag lijkt de zon dan weer een groter aandeel te krijgen. En met wat geluk komen we maandag iets makkelijker boven de 15 graden uit. Die temperatuur die gaat in de loop van de volgende week eventjes misschien wat omlaag. Daarna stijgt die weer wat. En we zien de verschillen, de onzekerheden wel Toenemen, het grijze gebied wordt groter. Maar in het algemeen zitten we toch minimaal tussen de 10 en 15 graden. En op sommige dagen komen we daar wat makkelijker overheen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.